Vorig jaar was wethouder Helmer er helemaal klaar mee. De rotzooi die studenten tijdens hun introductie achterlieten in de Molenstraat. De nieuwe Eerstejaars maken tijdens die eerste weken kennis met hun nieuwe woonplaats. En ook dit jaar ligt de Molenstraat elke ochtend weer boordevol met een flinke hoeveelheid afval, variërend van plastic glazen tot lege flessen. Om de studenten te wijzen op hun gedrag, werd woensdagmiddag een actie georganiseerd waarbij wethouder Helmer samen met vrijwilligers de rommel opruimt. Ook de DAR was betrokken bij deze actie. Zij stelden de grijphaken ter beschikking. Voor elke halve zak afval kregen de studenten een waterpistool. En daarmee werd later die middag een watergevecht gehouden in het Valkhofpark.